Wij zijn allemaal dynamische systemen. Alle levende wezens zijn dynamische systemen. Auto's zijn dynamische systemen. Alle technologische systemen zijn dynamische systemen. Wat zijn dynamische systemen? Dat zijn eigenlijk blokjes, doosjes, zo u wilt, waar u ingangen hebt. Daar kunnen allerlei ingangen binnenkomen. Als wij eten, is dat een ingang. Daar zijn uitgangen. De manier waarop ik dit glas vastneem is een voorbeeld van een uitgang. En intern hebben we ook een toestand. En eigenlijk de systeemtheorie beschrijft de wiskundige verbanden tussen ingangen, toestanden en uitgangen en hoe dat alles evolueert als functie van de tijd. En daar heb je noties in zoals stabiliteit, zoals het dynamisch gedrag van een heel systeem. Een auto is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. In een auto heb je een gaspedaal, je hebt versnellingen, je hebt een stuur, dat zijn de ingangen. Wat is de toestand van de auto? Wel, dat is de positie van de auto, de snelheid van de auto, de toestand van de hele motor, dat zijn de toestanden. Wat zijn de uitgangen? Dat zijn duidelijk de positie en de snelheid, want die kan je eigenlijk besturen met die ingangen. Dat systeemtheorie is eigenlijk de leer van hoe je zo'n systeem wiskundig kan beschrijven. Maar ik ben me dan ook gaan specialiseren, en dat is pas nuttig bij die netwerken, in het automatisch regelen van zo'n systemen. En het mooiste voorbeeld dat ik daarvan kan geven is een vliegtuig. Iedereen denkt dat een piloot, dat een vliegtuig bestuurd wordt door een piloot. Maar ik ga u een bekentenis doen, die piloot zit daar eigenlijk niks te doen. Dat vliegtuig wordt bestuurd door computers. En die computers zijn zodanig geprogrammeerd dat die volledig automatisch het vliegtuig kunnen besturen. En die bestuurskunde, dat noemt de wiskundige leer daarvan, dat noemen we de regeltechniek. Dus de regeltechniek is een onderdeel van de systeemtheorie. Dat is namelijk de leer van hoe je systemen automatisch kan besturen. De piloot is wel nodig. Waarom zit zo'n piloot in een vliegtuig? Voor als er iets misgaat. Hè? Want die piloot dat, moet dan dat toch... Dat verklaart dat ooit eens een vliegtuig in Brussel landde en de piloot stelde het samen met de passagiers vast dat hij... Dat hij verkeerdelijk in Brussel zat. Nu, zo'n dingen gebeuren, hè, want er is een ander incident nog niet zo lang geleden waarbij twee piloten tot een vaststelling komen in Amerika. Ze moesten landen in Minnesota en ze zaten 300 kilometer te ver. Omdat ze zodanig met elkaar aan het praten waren dat dat vliegtuig maar gewoon aan het verder vliegen was. En hun automatische piloot stond verkeerd geprogrammeerd en ze hadden het dus niet gezien. Er was ook niks aan de hand, maar ze zijn naderhand wel alle twee ontslagen geworden omdat ze 300 kilometer te ver zaten. Dus een automatische piloot, de dag van vandaag, zit dat in al onze technologische toepassingen. Men noemt de regeltechniek soms de hidden technology. Wij weten niet dat dat in onze systemen zit. Als u aan het stuur van uw auto draait, dan is het eigenlijk verrassend gemakkelijk waarmee u aan dat stuur kan draaien. Dat is omdat daar een automatische piloot zit tussen uw stuur en de wielen. Want als je echt de wielen zou moeten draaien, dan zou je dat bijna niet kunnen met het gewicht van de auto's. Dus daar zit een mechanisme tussen dat gemakkelijk... Daar zit een computer tussen die dat gemakkelijk maakt. Wanneer u de afstandsbediening gebruikt van uw televisie, dan zit daar ook een systeem in dat signalen stuurt naar uw televisie en ook signalen terugkrijgt van de televisie. Centraal in de notie van regeltechniek is feedback. Feedback is eigenlijk terugkoppeling. Dus dat is een soort signalen die rondlopen in zo'n dynamisch systeem en waarmee wij informatie verwerken. Wanneer ik dit glas grijp, dan heb ik een bepaald objectief in gedachten en ik slaag erin om dat glas te grijpen omdat ik sensoren heb. Ik heb ogen, ik heb een computer, dat zijn mijn hersenen, en ik heb handen, dat zijn actuatoren waarmee ik uiteindelijk dat glas kan grijpen. En dat is een voorbeeld van regeltechniek, dat noemt men tracking, hè. Je probeert iets te grijpen. En dat regeltechniek zit dus in alle biologische systemen, in alle technologische systemen. Als wij met de fiets rijden, is dat een voorbeeld van regeltechniek. Een enorm stuk regeltechniek. Want als je niks doet met de fiets, dan ga je omvallen. En het feit dat je toch kan rijden, betekent dat je computer erin slaagt om rechtop te blijven. Doordat je kijkt, doordat je voelt en doordat je kan sturen, slaag je er toch in om rechtop te blijven. En dat is een ander voorbeeld van een geregeld systeem. En wat is nu eigenlijk, want er zijn zoveel voorbeelden, maar wat is hetgene dat u zelf het meest vooraanstaand vindt in uw onderzoek, dat gezegd, daar staan we aan de spits. En dat willen we ook verder ontwikkelen. Dat is de toekomst waar we willen voor gaan. In de periode, in de eerste 10 jaar, laat me zeggen, dus in de jaren 90,
heb ik mij toegespitst om modellen te maken van systemen. Want om iets goed te kunnen regelen, moet je eigenlijk een wiskundige representatie hebben van het systeem. Als je een vliegtuig goed wil kunnen besturen, dan moet je eigenlijk in de computer van dat vliegtuig moet een wiskundig model zitten van dat vliegtuig. En eigenlijk mentaal hebben wij dat ook. Iemand kan een vliegtuig goed besturen, omdat hij eigenlijk een mentaal model heeft van dat vliegtuig. Je weet als je aan je stuur naar links draait, dat dat vliegtuig naar links gaat draaien. En hoe weet je dat? Omdat je uit ervaring dat geleerd hebt. En leren is eigenlijk het modelleren van de realiteit. Dus mijn bijdrage in de jaren 90 was van, uit metingen, als je alleen maar metingen hebt, en er zijn heel wat toepassingen waar heel veel metingen zijn, in een vliegtuig bijvoorbeeld, maar ook in het klimaat, ook in de chemische industrie, men kan alles meten, alle drukken, alle temperaturen enzovoort. Stel dat ik je alleen maar metingen geef en ik vertel je voor de rest niks over het systeem. Je hebt alleen maar de getallen, duizenden getallen, miljoenen getallen van metingen. Wat is dan het wiskundig model waarmee je die metingen eigenlijk kan voorstellen? Dus wij maken eigenlijk abstracte dynamische modellen die eigenlijk zodanig zijn dat wanneer je dezelfde ingangen aanlegt aan het model als je aanlegt aan het echte systeem. Maar die modellen zijn een stukje mechanistisch opgebouwd. Modellen zijn software. Ja. Dat zijn abstracte wiskundige. De taal die wij gebruiken is de taal van differentiaalvergelijkingen, van matrices. Je bouwt die toch nog onze zekere logica op. Mag ik me dat zo voorstellen, toch? Ja, daar zit logica in. In de zin dat zijn wiskundige verbanden tussen ingangen en uitgangen. Hè? Dus, maar dynamisch. Dus die kunnen evolueren als functie van de tijd. En dus eigenlijk slagen we er op die manier in, wanneer u ons metingen geeft, om daar een computermodel van te maken dat in staat is om er aan de hand van die metingen een model te maken. En dan dat model kan de realiteit dan terug simuleren. Zonder dat we een experiment kunnen doen op het echte systeem. De klimaatmodellen die Frank de Bozere elke avond in het nieuws gebruikt, zijn zo'n modellen waar men eigenlijk heel wat metingen heeft, want men heeft temperatuurmetingen, vochtigheidsmetingen. Je gooit dat in een computer en het resultaat na veel berekeningen zijn wiskundige modellen waarmee je het weer kan voorspellen. Want Frank de Bozere voorspelt het weer, hij doet niet echt een simulatie met het echte weer, hij voorspelt wat er gaat gebeuren aan de hand van computermodellen. En als u nu naar de toekomst kijkt, dan zegt, wat mogen we verwachten? Wat is eigenlijk de fine fleur van het werk dat bij u gebeurt? Dat is echt, dat gaat het grootste maatschappelijk, daar mag je het grootste maatschappelijk effect van verwachten. Heel die expertise voor het maken van wiskundige modellen is eigenlijk gecatalyseerd geworden door het ter beschikking komen van metingen. Toen ik mijn doctoraat maakte, waren er van bijna geen enkel technisch systeem, ook niet van biologische systemen, waren de metingen zeer zeldzaam. Bij een dokter had je klinische metingen. Als je naar een dokter ging, die moest een diagnose maken. Ja, die mat uw temperatuur, die kon misschien ergens op een beeld kijken, de eerste scan. Maar het aantal metingen was beperkt. Laat ons zeggen 10, 20 per patiënt. De dag van vandaag is er een tsunami aan data, noemen wij dat. Wij worden overspoeld door data. We leven in een digitale wereld. En als ik in de wereld van de biologie blijf, de dag van vandaag kunnen we op een dag tijd uw volledig genoom, dus uw volledige genetische informatie gaan screenen, gaan sequencen. Dat betekent dat we alle letters van uw DNA kunnen bepalen, ook de juiste volgorde, dat is met technologie die eigenlijk ook op nanotechnologie en chiptechnologie gebaseerd is. En het resultaat van zo'n meting is 3 miljard getallen. 3 miljard letters A, C, T, G. Dat is de input. Dat is de input. Die 3 miljard getallen, die kan je in een computer voorstellen, die kunnen perfect op één CD-rommetje van 750 megabyte. Dus dat is het genoom van een patiënt. Nu moet je inbeelden dat we dat doen voor alle Belgen. Dan hebben we het genoom van 10 miljoen Belgen en dat zit in onze computer. En dus waar wij dan naderhand, in het begin specialiseerden wij ons in technologische systemen, maar eigenlijk die expertise die wij hebben verworven om te modelleren, die is nu perfect bruikbaar voor biologische systemen. Want wat wij doen met die databank van patiënten is bijvoorbeeld gaan kijken dat we kunnen het genoom, dus de genetische vingerafdruk van al die patiënten, met elkaar gaan vergelijken.
Ten eerste kunnen we daar perfect uithalen wie mannen zijn en vrouwen zijn. Maar we kunnen ook gaan kijken welk soort... Dit is als je straks al die genomen hebt, want je hebt er nog zoveel niet. Maar er zijn, het is toch wel al indrukwekkend van wat er de dag van vandaag aan publieke databanken is. Er wordt voorspeld dat binnen 5 jaar 1/3 van alle informatie op het internet biomedische informatie zal zijn. Dus genomen enzovoort. De dag van vandaag heeft men echt genomen van alle mogelijke organismen. Als ik u stilaan volg, zegt u, die vliegtuigen die hebben we achter ons liggen, we gaan helemaal met onze systeemtheorieën naar de biomedische wetenschap. Ja. Dat is het toepassingsveld dat je het meeste ontwikkelt. De dag van vandaag heb ik zelf 2 onderzoeksgroepen. 1 onderzoeksgroep die gebleven is bij mijn oude liefde en die dus al die modelleringstechnieken en regeltechnieken toepast in technologische toepassingen. En dan een andere onderzoeksgroep die eigenlijk diezelfde technieken gaat toepassen op biologische toepassingen. Zeer veel klinisch. Hè. Dus wij werken zeer veel met dokters samen, met kankerspecialisten en dergelijke meer. Wat men de dag van vandaag om, kan doen... Om daar nog een goed voorbeeld van te geven, die blijft hangen. Ja, bijvoorbeeld wanneer een patiënt kanker heeft, kan men die tumor operatief verwijderen, stel dat men dat doet. Vervolgens, wat is een kanker? Een kanker is eigenlijk een soort genetische ontaarding. Daar loopt iets mis in de genetica van dat lokale weefsel. En je kan eigenlijk dat de genetica van dat lokale weefsel gaan vergelijken met de genetica van gezond weefsel. En dus dan heb je een vergelijking. Nu, je kan dat niet visueel doen, want elk van die 2 dingen bestaat uit 3 miljard lettertekens. Dus als ik u die lettertekens toon, ACTG, dat zijn 2 vandales waar alleen maar ACT en G in staat. Dus visueel is daar niks aan te zien. Maar onze computeralgoritmen die halen daar patronen uit, in dit geval, waardoor je kan zien waarin het zieke weefsel afwijkt van het gezonde weefsel. En dus kun je volgen of en we kunnen dan eigenlijk ook de genen gaan identificeren. Genen zijn stukjes materiaal in het DNA die een bepaalde functionaliteit hebben. En we kunnen dan eigenlijk gaan kijken waar de genen, de toestand van de genen, de activiteit van de genen afwijkt in gezond weefsel en in ziek weefsel. En dat is natuurlijk zeer relevant. Men noemt dat dan biomarkers ook. Hè. Je kan daaraan gaan kijken waardoor bepaalde kankers ontstaan. En dan kan dat naderhand leiden tot het uitvinden van nieuwe medicijnen, omdat je de targets, de doelen, kan vinden. Het zit niet zozeer in de genezing, het is het proces die daar naartoe voert. Ja. Wij doen eigenlijk alle ICT daarvan, alle software en alle algoritmen enzovoort. Wij doen natuurlijk niet de medische diagnoses, dat is de verantwoordelijkheid van de dokter. Maar wij ondersteunen de dokter in het maken van zijn medische diagnose. En de wereld van de dokter van vandaag is zeer ingewikkeld geworden, want in plaats van de 20 metingen van 30 jaar geleden per patiënt, heeft hij nu gigabytes aan gegevens, want ze hebben ook ongelooflijk veel beeldmateriaal. Je hebt alle mogelijke scanners, je hebt alle mogelijke klinische gegevens en je hebt alle mogelijke genetische gegevens. En op termijn wat wij ambiëren is een soort cockpit te maken voor de dokter, waarin al die gegevens samenkomen en waarin gezegd wordt van kijk, de toestand van deze patiënt is als volgt, gebaseerd op deze bevindingen. Het gevaar zou kunnen zijn dat de dokter straks alleen nog naar zijn computer kijkt en niet meer naar de patiënt. Ik plaag mijn goede collega's in de geneeskunde daar soms mee dat zij allemaal geneeskunde zijn gaan studeren omdat ze wiskunde haten. Maar de dag van vandaag is geneeskunde en biologie is eigenlijk ook een informatiewetenschap geworden, omdat men alles kan meten.